Hoe dat maar ongelooflijk hoe dat onze jonge medewerkers van ons agentschap het zo goed kunnen uitleggen. Je ziet, wij zijn zeer enthousiast bij het agentschap Natuur en Bos. Beste burgemeester ook, Schepenen, iedereen die hier aanwezig is. Ik ben heel blij dat ik helemaal van de andere kant van Vlaanderen tot hier gereden ben. Ik kom hier ook graag, Stefan weet dat ook, de schoonfamilie woont hier ook. Maar niet alleen daarom, maar ook omdat het hier prachtig is. En ik ben heel blij dat we vandaag die eerste kraanspade eindelijk gaan gebruiken. En waarom is dat belangrijk? Sinds mijn aantreden, dat is nu net een klein jaar, hebben wij 1600 hectare extra natuurreservaat aangemaakt. De bedoeling is dat we niet alleen nieuwe natuurreservaat aanmaken, maar dat we ook hetgeen dat we hebben, dat we dat veel beter onderhouden, dat we dat ook veel beter verzorgen. En in die context ben ik hier ook vandaag. Er is hier al ook door de burgemeester, ook door onze medewerker al verwezen naar de Sahara. Een van de oudste natuurreservaten van Vlaanderen, denk ik wel, dat ik mag zeggen. Maar inderdaad, door de klimaatwijziging, maar ook eigenlijk door de ingreep van de mens, als ik het zo mag zeggen, toch? Is het niet zoals dat we willen. En vandaar dat we de natuur een klein duwtje gaan helpen. Dus we hebben €130.000 vrijgemaakt om die bovenste laag, die begroeiingen, om dat weg te halen, zodat de wind eigenlijk zijn werk kan doen, zodat we terug kunnen genieten van die eerste foto, die prachtige Sahara. En op die manier ook wel, want ik zie dat de baas van Westtour hier ook is, Stefan, toerisme ook wel de nodige boost kunnen geven. We hebben heel wat werk op de plank, als ik even verder mag kijken. In kader van bijvoorbeeld ook de Blue Deal, waar dat we een wetlands natte natuur gaan aanmaken, waar dat er ook bijna €500 miljoen voor is vrijgemaakt. Maar ook in kader van onze natuurreservaten, om die ook verder te beschermen en te verzorgen, zijn er ook de nodige budgetten. Dus ik ben heel blij, de aannemer is hier ook aanwezig. Dus we gaan, dank u aannemer, om ook mee aan het project te werken, samen met al uw arbeiders ook. Want het zijn die werkkrachten ook die wij absoluut nodig hebben in Vlaanderen. En ik kan verzekeren ook namens de Vlaamse overheid dat we gaan zorgen voor onze natuur, zodat we met z'n allen daarvan kunnen genieten. Maar ook de planten en de diersoorten hier. Maar ook voor de mensen is dat natuurlijk ook heel goed. Ik denk ook op die manier zorgen we ook wel voor de nodige jobs de komende jaren in kader van relance. Dus ik ben heel nieuwsgierig om eindelijk eens, want meestal moet ik bomen planten, hè, dat is met de hand. Maar nu vandaag zal het met de kraan zijn, dus laten we eraan beginnen. Oké. Okay.